Vader voorzitter, de heer Dijkhoff en ook de heer Buma, de heer Jetten, we hoorden ze vandaag zeggen dat we geen paniek moeten zaaien, dat we nuchter naar de feiten moeten kijken en dat we mensen niet bang moeten maken. En daar ben ik het mee eens. Dus laten we gewoon heel rustig kijken naar het soort maatregelen dat we moeten nemen om die doelstellingen te halen. Over 10 jaar ongeveer 49% reductie van onze CO2-uitstoot. Over 30 jaar 95% reductie. VVD, GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SP en 50PLUS willen dat we dat doen. Dat is die klimaatwet. Die hebben ze aangenomen. Daar hebben ze voorgestemd. En Dijkhoff deed net een beetje nonchalant. Zo van, ja, stelt niet zoveel voor. Dat was een beetje de indruk die dat wekte. We gaan met elkaar kijken. We zien wel een beetje wat het gaat kosten. Als het een beetje te duur wordt, dan doen we het niet. Het is over 30 jaar. En laten we rustig blijven. Dat was de strekking. Maar het is wel heel belangrijk om stil te staan bij wat er in die wet gewoon staat. Wat er gewoon is vastgelegd. Namelijk 95% CO2-reductie bereiken. En als je dat wil, dan zullen alle huizen uiteindelijk van het gas af moeten. Zoals ook in het klimaatakkoord staat. Voor een gemiddeld huis, gewoon als je nuchter naar de feiten kijkt, betekent dit je hele spouwmuur open en opnieuw isoleren. Je hele dak vervangen. Je vloeren eruit. Mensen moeten een geheel nieuwe warmteinstallatie, inclusief warmtepomp, op hun huizen monteren. In hun hele huis vloerverwarming aanleggen, omdat anders die warmtepomp niet functioneert. Volledig geïsoleerde deuren aanschaffen. Slaapkamers voorzien van convectorradiatoren. Keukens ombouwen, enzovoorts. Dit komt zeker neer op minstens 50.000 tot 80.000 euro per woning. Als je dit optelt voor alle huishoudens in Nederland, dan kom je uit op tenminste 235 miljard. Zoals ook het Economisch Instituut voor de Bouw onlangs voorrekende. En dit zijn geen paniekverhalen, nogmaals. Dit is gewoon het reële gevolg van de doelstellingen in die klimaatwet die ze hebben aangenomen. En om uit te komen op 100% duurzame energie, wat ook in die klimaatwet staat, moet je het hele Nederlandse landschap volkomen volzetten met windmolens. Overal molens, een landschap dat slechts zal worden onderbroken door velden met zonnepanelen. En dan kan Dijkhoff weer zeggen dat we paniek zaaien, maar je hebt letterlijk meer grond nodig dan er grond is in Nederland om overal duurzame energie te genereren in Nederland. Je moet ongeveer een kwart van heel Duitsland bezetten met zonnepanelen en windmolens om voldoende energie voor Nederland te genereren. Hetzelfde geldt voor de gevolgen voor de subsidies die daaraan moeten. Dat is ongeveer 140 miljard, kun je daar weer optellen. Dan nog eens een keer 200 miljard om al die bedrijven ook energie neutraal te maken. En dan krijg je natuurlijk nog de toegenomen kosten op benzine, de toegenomen kosten op levensonderhoud. Al die andere kosten die je daar ook gewoon bij op kunt tellen, waardoor bedrijven failliet gaan of weggaan uit Nederland. En armoede zal dus over Nederland neerdalen. Dat is een onvermijdelijk en volkomen realistisch en nuchter consequentie van die geformuleerde doelstellingen in de klimaatwet. De heer Jetten. Voorzitter, de heer Baudet zegt laten we een rustig debat voeren op de feiten. En nou, de heer Baudet noemde net al allerlei ingrepen die je in je huis zou moeten doen. Nou, ik kan mensen thuis geruststellen, bij heel veel woningen zijn al die maatregelen die de heer Baudet noemt niet eens nodig. De rekensom die de heer Baudet nu aan het maken is, die gaat waarschijnlijk zo meteen optellen tot 1000 miljard. Dat is een bedrag dat hij vaker noemt in debat en dan halen we investeringen en kosten vaak wel een beetje door elkaar. Mijn vraag aan Baudet zou zijn, aan de heer Baudet zou zijn voorzitter, het kabinet laat een concept klimaatakkoord doorrekenen. Fracties als de Partij van de Arbeid laten alternatieven doorrekenen. Is Forum voor Democratie bereid om het lijstje van Forum dat op zou tellen tot 1000 miljard, om dat ook eens naar de beide planbureaus te sturen, om dat onafhankelijk te laten toetsen, zodat we dan in maart, in april, als we hier het klimaatakkoord bespreken, kunnen beoordelen of dat die berekening van Forum van Democratie daadwerkelijk klopt? De heer Baudet. Ik probeer even nu de vraag precies helder te krijgen. Dus u stelt, u wil graag dat wij de berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw bijvoorbeeld
dit is niet van ons, die is van het Economisch Instituut voor de Bouw, dat wij die voorleggen aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Is dat wat u graag zou willen? Nou, de heer Jetten. Voorzitter, de heer Baudet die noemt vaak een hele hoop maatregelen. Die telt dat dan op tot 1000 miljard en dat het allemaal niet past in Nederland. Ik zou dat lijstje maatregelen van de heer Baudet dat dus optelt tot die 1000 miljard, dat zou ik heel graag eens een keer uitgeschreven zien. En dan zou mijn vraag ook zijn, bent u ook bereid om dat aan de planbureaus voor te leggen, zodat zij onafhankelijk kunnen beoordelen of dat de redeneerlijn van de heer Baudet klopt? Lijkt mij een prima plan. Geen niks op tegen. Ja, de heer Jetten. Dat vind ik hartstikke mooi om te horen, voorzitter. Want dan kunnen we naast het klimaatakkoord, naast een aantal alternatieve plannen van de oppositiepartijen, ook die 1000 miljard van Forum goed beoordelen in maart, april. Die 1000 miljard is overigens wel een interessant bedrag. Weet de heer Baudet hoeveel wij tot 2050 als land zouden moeten uitgeven aan de import van olie, gas en kolen uit voor een groot deel foute regimes? Nou, dat is een onbeantwoordbare vraag, omdat het gaat over speculatieve kosten in de toekomst. Dus het is onmogelijk om wat te zeggen. Nou, voorzitter, dan laten we allereerst markeren dat we niet meer gaan speculeren over kosten in de toekomst. Maar stel dat we zouden doorgaan op de huidige voet, de huidige import van olie, gas en kolen uit andere landen, onder andere uit foute regimes, dan zou dat tot 2050 een uitgave zijn van de Nederlandse bevolking van, let op, 1000 miljard euro. Gewoon het huidige bedrag dat we elk jaar uitgeven aan fossiele industrie, als je dat doortrekt tot 2050, telt dat op tot 1000 miljard euro. Nee. Is de heer Baudet niet met mij eens dat we veel beter dan die 1000 miljard aan foute regimes geven en voor kunnen kiezen om een veel kleiner bedrag te investeren in het vergroenen van Nederland? Nee. De heer Baudet. Nee, want heel veel van die, wat u waarschijnlijk doet, ik weet niet precies hoe u aan dit bedrag komt, maar waarschijnlijk zegt u, dit is het referentiescenario van PBL van 50 miljard per jaar. Is dat hoe u aan dit bedrag komt? Of niet? Ja? Nou, dat is absoluut niet het bedrag. Het referentiescenario van PBL is absoluut niet het bedrag dat wij betalen voor de import van olie. U weet er echt helemaal niets van af als u denkt dat dat zo is. Het referentiescenario van PBL van 50 miljard per jaar, als u dat bedoelt, dat is wat wij volgens PBL per jaar uitgeven in totaal voor onze hele energievoorziening. En daar zit in het energieakkoord dat op zo al 100, 150 miljard kost. En wat gaat over al die verduurzaming onder andere. Dus het is absoluut onjuist. Het is helemaal nergens gebaseerd om dat getal, waar dus al heel veel duurzaamheidsgekkigheid in zit, gelijk te stellen met wat wij zouden uitgeven voor de import van olie. Dat is echt gewoon kolder. Nou, voorzitter, hier lopen ook weer kosten en investeringen door elkaar, want je doet namelijk één keer een eenmalige investering in verduurzaming of je geeft elk jaar opnieuw enorme bedragen uit aan de import van fossiele energie. Ik hoop dat de heer Baudet die cijfers nog een keer wil bestuderen. Ik ben heel erg blij dat we ook het lijstje van Forum voor Democratie doorgerekend door de planbureaus gaan terugkrijgen en dat kunnen meenemen. Nog één, ja, klimaat. Nou, het is heel veel over te zeggen, maar nog één ding dan. Kijk, wat wel gebeurt, is dat men zegt, ja, nee, de kosten van isolatie, en dan trek je daarvan af de stookkosten die je niet meer zou hoeven te betalen. Maar daar zit een enorme joekel van een rekenfout in, omdat men dan de huidige totale energiekosten neemt. Terwijl wat je moet doen, daar zit heel veel energiebelasting op. Terwijl je moet kijken naar de prijs van de energie zelf, zonder de belastingen. Want die belastingen heeft de overheid dan minder. En dat is de overheid dus kwijt dan. Dus men rekent zich rijk door een boekhoudkundige truc daarin. Dat is heel belangrijk om daar niet in te trappen. Gaat u afronden, meneer Baudet? Ja, het antwoord op de interruptie is in ieder geval afgerond. Nee, dit telt niet mee. Gaat u verder. Ik denk dus dat niet wij degene zijn die paniek zaaien. Wij kijken gewoon heel nuchter naar wat zijn dit nou voor kosten? Wat voor kosten maak je als je dit allemaal wil gaan doen? En wat dingen die ik noemde, dat is gewoon een begin. Dat is een eerste stap. Dat zijn de eerste kosten die je sowieso moet maken. Iedereen kan die rekensom doen. En ik denk dat niet wij, dus nogmaals de paniek zaaien, maar dat doet de tegenpartij. Daar worden mensen aangepraat dat we over 10 jaar, al die kinderen die nu aan het staken, over 10 jaar is de wereld onbewoonbaar geworden. Dat soort zaken, dat is allemaal helemaal niet waar. Als je nuchter kijkt, is er veel minder aan de hand dan men alles maar wil doen geloven. En datgene wat ons hier nu op de mouw gespeld wordt, die 1000 miljard, want daar gaat het om, dat is wat je ziet als je nuchter kijkt. Dank u wel.